Yo beste kijkers van mijn kanaal, welkom terug bij Final Fantasy 15 aflevering 8. En story is wat we gaan doen deze aflevering, want we zitten er zelfs middenin. Natuurlijk kunnen we wel terug, we zouden elk moment terug kunnen gaan, maar dat zou nergens op slaan. We zijn namelijk lekker bezig, we zijn ook nog eens enorm in de buurt. Vorig part een soort kracht overgenomen van de koning, oftewel onze vader die inmiddels dood is. Best wel vette cutscene. Noctis kwam erachter dat zijn vader had gelogen. Hij heeft de kracht tot zich genomen. En nou gaat dus die kracht van de koning, de Power of Kings, die missie gaat door. En we moeten naar een nieuwe soort tombe. Dus we gaan maar gewoon het pad volgen. Ik zag dus in de outro van de vorige video hier vliegtuigen landen. Dus we waged a fierce battle here against the Empire. Kijk, zie je daar? All went to ruin. And after that, the Empire moved in like it owned the place. Helemaal vol met enemies hier. Ik weet niet waarom, maar deze game geeft me echt een Borderlands vibe. En tegelijkertijd Metal Gear Solid 5 ofzo. Het lijkt echt op Metal Gear Solid 5. Eens kijken hoe de map is. Als we inzoomen. We moeten hier aan de linkerkant zijn, zoals je ziet. En hier rechts zijn enemies. Dus wat als we er gewoon links omheen gaan? Fuck die enemies. Waarschijnlijk moet ik nog zat vechten en wie weet kunnen we op de terugweg wel vechten. I don't like the look of those numbers. Whoa! Numbers alone don't decide a battle. What you lack in numbers, you make up for in tactics. Hey, Marshall, how about you show us how it's done? No one be out. Let's move. How do we get through all that? Taking that on. The choice is yours. Where'd you learn that one, Nox? See ya! Operate! Certainly didn't expect this much trouble. Doesn't look good. Want some? Hoppa, doe eens sterven. Wat een dik kanon, man. Perfect kunnen het gebruiken. Nothing's gonna happen as long as I'm around. Your time has come. Nee, dat beest komt niet. Nee, het is een heel groot beest daar. Nou, dan niet, hè. Fuck it. We hebben gewoon een dikke machine gun gebruikt. Dat had ik niet verwacht in Final Fantasy, om eerlijk te zijn. Maar volgens mij is dat juist het geval. Een afwisseling tussen heel veel aspecten. White Choker. Oké, kettingkey gevonden. Een Magitek armor. Dangerous? This particular model poses a mild to moderate threat. The short version? Somewhat dangerous. You're pretty badass to take that down, right? Think you're up to it? Let's see what you can do. Whoa, weg! Pathetic. Gladio! One last push should suffice to finish them off. Well done, men. Boom! Praise from the Marshal is praise indeed.
Zo, eventjes bijkomen hoor. Jeetje, mina. Er is gewoon neergehaald, gruwelijk. Je kan ze ook gewoon ontwijken volgens mij, maar ik vind die battles juist wel vet. Rock and roll. Gold dust is like gold dust. You hear me coming through your speaker. We hebben het al opgepakt. Oké. En silver dust. Bioblaster? Wat is dat dan? Here's where we go our separate ways. Take this key. It unlocks the doors to the other tombs. Seek them out and lay claim to the power they hold. You'll need it. And what will you do? Keep an eye on the Nifs. Find out what they're up to. But you should focus on your own task. Showtime. I will. You take care. Here we go. Keep it real, huh? Huh? Look! There's a door. What is this place? It appears to have been a shelter. People lived here? Those seeking refuge from war, most likely. Wars. Huh. What are they good for? Wonder if anyone's still living here. Huh. What's this? A cable. Wonder where it leads. We can follow it and see. Okay, je kan het volgen, maar wat als je rechtdoor gaat? Don't like the look of that ceiling. Yeah, long overdue for some TLC. Sure, hope it holds up. Oh wow, we komen gewoon op hetzelfde pad uit. My bad. Kick the can. You are killing me here, big guy. Are you trying to give me a heart attack or something? Ugh, I hate that noise. What? Too atmospheric for you? If it's all the same to you guys, I'd rather not get buried alive. Yeah, let us be quick. Hey, die lampjes moeten gewoon aan, man. En waarom zijn er overal bierflesjes? Wat is dit voor junky place? Deze deur hadden we opengemaakt, hè? I can feel eyes on us. The second we turn our backs, bam! Quit being a wuss. Met de items oppakken en zo doet me een beetje denken aan de Dark Souls sferen. Dit is waar we vandaan kwamen trouwens. Hier is ook die kabel hier links. Zie je, wat als we die volgen? A generator? So it would appear. Might still run. Start her up. Sweet, it works. Oh, then there was light. Ja, oh, kijk, nou we licht. I do love me some light. Cool. Dus ik heb het net gewoon onnodig uitgecheckt in het donker, maar hey, zo ben ik. Want wie weet triggert licht wel juist iets, hè? Wie weet hebben we juist nu iets geactiveerd wat je liever niet ziet. Maar goed, hè, ik praat voor mijn beurt. Laten we maar gewoon spelen. No good. It's locked. Hello? Anybody home? Locked. Total shocker. Hey, if something's worth locking up, it's worth seeking out. Gaan ze het een beetje onnodig spannend maken, hoor. Als iets opgesloten zit, nou, dan is het vast spannend, hoor. Ever wonder if people, like, died here? And their tormented souls just sort of remained behind? Ik vind het wel grappig hoe ze het doen, hoor. Hoe het met elkaar omgaat. Dat houdt het echt levendig, zeg maar. Ik zag dat je hier kon kruipen. Giving up the chase? I personally don't mind either way. Give it up then.
Ik hoop wel dat we ook op die manier terug kunnen, zeg maar. Oh shit, dan moet ik er nog doorheen ook. En wat is daar dan? A dead end. I could have sworn this was it. Well? Somebody, turn on a light. There's no room to swing a sword in here. Oh shit, de vieze goblins. You're on fire today. What can I say? Pronto's in danger. What? All right, we're done here. Huh? Pronto is steeds in danger. Constant is het joch dood, want hij heeft ook echt vet weinig held. Wat als we een potion geven aan Pronto? Kan dat? Ik kan het alleen geven aan mezelf. Ik weet niet waarom. Waarom kan ik het niet aan hun geven? Nou, dan niet Pronto. Vette nerd. The generator must have died, huh? Well, just gotta keep moving. Alles is ingestort ook. Ik weet niet eens waar we überhaupt zijn. Wat is dit voor doolhof, jongen? Different door, same story. No luck here either. Hey, ik zie hier een grote ruimte. Ik wil net zeggen, op de kaart zag ik een grote ruimte. Nice. Wat zal hier zijn? Another one. Hey! Prince of Pain. Yep. There's no room to swing a sword in here. Just don't hit me. And on we go. Right. Okay, I do it weer. Chill. Daar rechts was niets. Ofwel, nee, deze deur was dicht, hè? Yep. Don't bother, Nacht. It won't open. Nou, hopen dat deze open kan. Ik wil net zeggen, anders kunnen we echt nergens meer heen. Maar deze kan inderdaad open. Dat muziekje is echt veel te kut. Wait, hear that? Promising. An ominous sort of way. Stay sharp. Ja, stay sharp. Ik vertrouw er helemaal geen kut van. Eyes forward. Didn't mean to do that. Vieze wc's. Het lijkt wel Duitse gasdouches, man. Auto crossbow. Vreemd. Ik weet niet wat het is, hè. Laten we even kijken bij gear. Volgens mij staat dat bij die... Ja, wat is dit?
best wel dik, want volgens mij kan Prompto dit gebruiken. Zie je, nou gebruikt hij gewoon betere guns. Nou, ik heb zijn max HP omhoog gebracht en even het een en ander geüpdate aan al mijn characters. Jullie hebben dat waarschijnlijk in een versnelde opname gezien. Of gewoon in ieder geval subtiel geëdit. Ik heb ze in ieder geval wat sterker gemaakt, want dat is echt wel cruciaal. Zeker Prompto. En hij heeft nu ook een bepaalde gear of gadget die hij kan gebruiken, die ik nog niet eerder heb gezien. Let me give the orders this time. Whoa, 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 whoa! It's short. And simple. Don't die on me. Hey, hey, hey! It's too fast. How are we? Getting by. Gladio, do it! Nice work, Gladio. Zo, dat is een fikse beest. Come on, iemand, help mij. Yo, dude, help me. Guess I slipped up there. Thanks, Prompto's ook gewoon al neer. Gladio. Ain't got much life left in it. Let's finish this. Show no mercy. You can sense that. Man, dat ging net goed. Too close for comfort. I'm comfortable just being alive. Oh. Wat is die elixir trouwens? Laat eens kijken. Waarom kan ik niks aan Prompto geven? Zie je, mijn man kan gewoon helemaal niets krijgen van me. Het is echt zielig. Voortaan als er zo'n groot beest komt, want ik was eigenlijk een beetje geschrokken ofzo. Ik reageerde in paniek. Voortaan moet ik gewoon magie op hem gebruiken, zoals vuur. Dan staat hij gewoon de hele tijd in de fik. En dan die teamgenoot aanvallen. Oh, volgens mij hebben we hem nu vanaf de andere kant geopend. Dit is gewoon een deur die open kan. Oké. So Noct borrows the old king's powers. More or less. At this rate, he'll soon rival his father's legacy. The copycat king. Adeline. Well, what's it like? Like I've got some tricks up my sleeve. No need to put on a magic show for us. But it never hurt to practice.
Gek hoor. Echt gekke shit. Als we nu naar Gear gaan en dan naar Noctis. Ik heb dus nu een gek nieuw wapen. Kijk, 483 doet dit wapen. What the fuck, ouwe. En dan hebben we nog... Die andere kan ik ook wel instellen. Zie je, we hebben nu gewoon een hele sterke loadout. Als we deze axe pakken... Het gevaarlijke er is alleen aan dat het dus mijn held wel gebruikt. Zodra ik aanval, verbruikt het held om damage te doen. Maar zodra mijn held hoog is, moet dat niet uitmaken. Ja? Finally picked up. Thought I'd lost another king. Just busy building my arsenal. Good to hear. I have a task for you. The Empire's begun construction of a new base along the road west to the sky. I need you to put it out of commission. If left unchecked, it will cost us access to the west and all the royal tombs that lie beyond. I believe you've met Monica. She can fill you in on the details. Go see her. What's up? People to see, bases to burn. Let's go see Monica at the outpost. Vet. Come to think of it, we did spy a large structure. Yeah, hard to miss an ominous thing like that. Ain't gonna be easy taking down a whole stronghold. Can we really do this? The Marshal believes we can, or he wouldn't have asked us. But first things first. Right. Let's head back to the outpost. Hey! Biggie, what's the best way to hurt these things? Mr. Nice Guy! Not. You look into this. What? Oh, sorry about that! Nice timing, Gladio. Pronto, you're up! Nice one, Pronto! Looking pretty rough. Thought we lost you for a second. Come on, pack more, pack more, pack more. One more move and we're done for. Just keep it together, Prompto. Prompto. One false move and we're Get done back. For. We can turn the tide yet. Fucking hell. Look where you're going! Oh, sorry about that. Gladio. You go for an ebony. Ebony bayonet, eh? Save the coffee for later. Something to look forward to. Here goes nothing! Come on, we have him! I'm starving to death. And yet we're all very much alive. Jeetje, what was this for beast, eh? It's dangerous to travel at night. Consider it turning to a rest point. Ja, dat snap ik, man. What was this for beast? Dit was een tijger met gekke dingen op zijn hoofd. En ik had het gezien, hè, in een let's play van Tetra Ninja. Tetra Ninja werd hier echt compleet gewrekt, gewoon. We hebben het verslagen, zowaar. Holy shit. Ik word beter en beter in de game. Natuurlijk wel met de nodige struggles, maar dat is logisch met een level 34 beast. Die groen gif spuit constant. Maar it is dangerous to travel at night. Dus laten we ook maar gewoon luisteren naar de game. En to a rest point gaan. Oh. You ready to rumble, Knot? In King's Knight? Oh yeah, I'm game. In that case, I'll join you.
Ach, cool fotootjes. Is altijd leuk om te bekijken. Die is ook nice. Core. Wat is dit voor foto? Dit lijkt net een horror game nu. Die is ook leuk. En die is wel heel diep deze. Dat is ook wel geinig. Good morning. Hi. Oh, ik dacht even dat hij met me ging lullen. Nee, niet. Nee, hij wil niet praten. Waar zijn de andere twee? What the fuck, waar zijn hun? Oh, hij is hier. Morning. Sup. Oh cool, hij weet weer een nieuwe recipe. Maar waar is Prompto heen? Ik ben Prompto kwijt. In ieder geval zijn ze weer full health, dat is altijd leuk om te weten. Naar de map. En dan return to car. We gaan de aflevering sluiten door quest related, storyline related, Monica te ontmoeten. At the Prairie Outpost. Nou, laten we daar nou net zijn, want onze auto stond hier. Ik ben benieuwd, jongens. Your Highness, the Marshal has apprised me of the plan. We found a backdoor into the Imperial base. I'll mark the route on your map. The way is secure. You should be able to gain entry relatively easily. Okay. Is hier nog loot of iets dergelijks? Ik zie hier iets liggen. Oh, dat was een blauwe stoel. Trolls, you've got trolls. Nee, er is hier niks, hè. Nope. Hey. How are you today? I'm nice. Nee, ik hoef niet per definitie te verkopen. Ik ga je hartstikke bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Natuurlijk gaan we in de volgende part zo snel mogelijk verder met storyline en andere quests. Want er staan verschillende questlines open. En we hebben natuurlijk ook nog hunts. We kunnen deze afleveren. Het tomaatje. Ja, er zijn verschillende dingen gewoon te doen. Ik hoop dat jullie het awesome vonden. En de volgende part natuurlijk weer bij zijn. En dan zie ik jullie dus ook de volgende part. Thanks voor de support en tot de volgende. Peace.